De Surinaamse waterleidingmaatschappij NV, de SWM, heeft vanmiddag verschillende redenen aangegeven voor de aanhoudende waterdruk in de verschillende verzorgingsgebieden. Een van de grootste problemen waarmee de SWM kampt is onvoldoende financiële middelen, waardoor noodzakelijke uitbreidingsinvesteringen uitblijven, geeft Ashwini Budu Himai, onderdirecteur strategie en beleid, aan. In een presentatie gaf ze aan wat de problemen zijn en waar die zich voordoen. Het meest komen die voor in Paramaribo, Wanica en Para, waar de meeste aansluitingen zijn, zegt Budu Himai. Wat er gebeurt in het netwerk, is als er iets gebeurt op het productiestation. De eerste grafiek geeft eigenlijk aan dat er daar een stroomuitval is geweest op het station van enkele uren. Die enkele uren stroomuitval zorgen wel ervoor dat bijna 10 dagen er een lage druk is in het netwerk. En omdat we, zoals ik eerder heb uitgelegd, we een vermaasd vertakt netwerk hebben, kost het wat tijd voor zodat de druk zich in het netwerk stabiliseert. Dit is iets dat zelf gemeten is vanuit onze drukmeter. De tweede is aan de Kristalstraat, waar de zich daar zich voordoet. Kristalstraat, daar is er niet echt een station in de buurt. Die hier is, krijg je voornamelijk verpomping vanuit het station La Vigilancia. De druk hier in het noorden is afhankelijk van verschillende productiestations. Volgens Yuri Spong, hoofddistributie, heeft de SWM uit onderzoek nog ongeveer 400 kilometer aan asbestleidingen gevonden die zijn verstopt in Paramaribo, Wanica en Para. De verstoppingen zijn ook een van de oorzaken van achterstallig onderhoud, onderstreept Spong. Er ontstaan voornamelijk bij de T-stukken en afsluiters vernauwingen, waardoor dus ook lage drukken kunnen ontstaan. Binnen die buizen zelf is er bijna geen aanslag, omdat de binnenkant van de buizen bijna altijd glad zijn, toch? Gladwandige buizen. Dus alle slip gaat zich ophopen bij die appendages zoals afsluiters en T-stukken. En slip is niets anders dan mangaan en ijzer dat in het net voorkomt, toch? In het water voorkomt. Dit is ook een reason why er op sommige plekken, zeker waar er asbestleidingen zijn, waarom de drukken een beetje dan zullen afnemen. We moeten natuurlijk alle AC uiteindelijk gaan vervangen in het net, maar u snapt zelf dat we dat niet in één keer kunnen doen. Je gaat verschillende investeringsprojecten nodig hebben om dat te kunnen realiseren. De SWM heeft ook last van de vele stroomonderbrekingen van de EBS, waardoor productiestations tijdelijk uit bedrijf moeten worden gehaald met het nodige ongerief tot gevolg. Nadat de stroomvoorziening is hersteld, kan het enige tijd duren voordat de waterdruk weer helemaal op peil is, geeft de SWM aan.